Hey. Hoe ging het? Wat denk je? Alles goed met je? Laat me maar even. Jezus, wat zit je dwars? Niks! Peter, kom op. Ik zeg niks. Laat me even met rust. Nee, dat kan je niet maken. Iedereen komt er zo aan. Het is Mirjam de feestje. Je kan niet zomaar weggaan, hoor. Oh, nee? Hé, Peef. Nou, wat is nou met hem aan de hand? Niets. Kom, laten we het gaan drinken. Ja. Ah, hier ben je. Ik heb je overal gezocht. Ik dacht dat je weg was. Nou, verkeerd gedacht. Ik heb besloten om overmorgen weg te gaan. Daar zul je wel blij om zijn. Ja, ik kan niet goed liegen. Ik ga mee. Ik ga ook weg. Ja. Ik begrijp het. Maar u heeft hier toch helemaal niks mee te maken? Hoe bent u er trouwens achter gekomen? Karen vertelde me. Ze vindt het heel vervelend dat er spanningen zijn tussen jou en Jeff. En ze hoopte dat ik je zou kunnen uitleggen dat wat je van hem vraagt niet redelijk is. Oh! Is het zo onredelijk om te vragen of iemand je een kans wil geven? Hij heeft me geen eens verteld dat er een vacature was. Nee, maar je kunt niet van hem verwachten dat hij voor jou andere regels laat gelden. Als hij jou zou kunnen helpen, zou hij dat zeker doen. Maar je hebt geen opleiding voor een administratieve baan, dat weet je. Opleiding? Wat maakt het nou uit? Ik heb toch praktijkervaring? Dat heeft iemand die van school komt niet. Dat is niet waar, die zijn veel beter voorbereid. Nou, in het opvangcentrum dan. Ik was administrateur, accountant, noem maar op. Ik heb alles gedaan. Maar niemand ontkent dat je daar van alles hebt gedaan. Nee, maar u vindt wel dat ik te stom ben om tabellen te controleren in een van de kantoor? Nee, helemaal niet. Maar je zult moeten accepteren dat als jij denkt dat je iets kan, dat dat niet automatisch betekent dat je er ook voor gekwalificeerd bent. Nee, dat klopt. Weet u nog hoe dat komt, dat ik er niet voor gekwalificeerd ben? Omdat u mij zo'n kloterige aanbevelingsbrief heeft gegeven. Ik had die baan gewoon gehad als u mij een normale brief had gegeven. Ah ja, zo zie jij het, hè? Het is mijn schuld dat je die baan niet hebt kunnen krijgen. Omdat ik in de tijd ook geweigerd zou hebben andere regels voor jou te hanteren. Nou, zo eenvoudig ligt het niet. Weet je, jij moet eens ophouden met dat kinderachtige gedoe. En zoek de schuld bij jezelf in plaats van bij anderen. Wat nou schuld bij mezelf zoeken? Ik kan er toch niks aan doen dat ik nergens word aangenomen? Het zijn mensen zoals u die te kinderachtig zijn om iemand anders te helpen. Makkelijk hoor, om je altijd achter regels te verschuilen. Hallo. Hey, dacht dat je morgen terug zou zijn. Ja, ik ben een dag eerder. Wat was het voor een geschreven record? Peter en ik die waren aan het discussiëren. Dat zou wel een leuke discussie zijn geweest. Ja. Nou, maar goed dat ik er ben. Dan kunnen jullie op adem komen voor het tweede gedeelte. Maar er komt geen tweede gedeelte. Problemen? Niet meer dan anders. Zeg, ik ben blij dat je er bent, weet je dat? Ik ook. Ik heb u gemist. Ik jou ook. Veel meer dan ik had verwacht. Dat wil wat zeggen. Wat denkt u van een lekker glaasje sport? Dan vertel ik u alles over mijn verblijf. Goed. Wil jij nog wat drinken? Ja, ik schenk wel wat bij. Oh, niet te veel, hè. Tot hier. Want je kunt maar beter niet dronken worden op je eigen bruiloft, toch? Suzanne, wil jij nog wat drinken? Oh ja, ik schaam me zo, joh. Hé, niemand neemt jou iets kwalijk. Kom tos naar me, Peter. Ik denk dat het mijn schuld is. Ik schenk je nog wel bij. Dat is goed tegen schuldgevoel. Hé, hey, Annette, waarom zing je niet even een beetje voor ons? Je kan toch zo leuk zingen? Hoe is het met de plaat? Is hij al doorgebroken? Oh, omdat jij van die fantastische muziek had geschreven, natuurlijk. Hé, hey, Arnie, jij gaat naar de keuken. Kun je even een pulsje voor me meenemen? Oh ja, dat is goed. Waarom kunnen wij dat niet? Dat wil ik wel eens weten nu. Ja, het kan niet heel eenvoudig. Wat denk je dat jouw familie zal zeggen? En trouwens wel waar ik het geld vandaan haal. Nou, we kunnen toch sparen? Kan best. Ik hoop niet dat ik stoor. Klink? Ja, ik weet dat ik niet ben uitgenodigd, maar ik wilde jullie ook nog feliciteren. Alsjeblieft, die zijn voor jou. Dankjewel. Ja, en heb ik ook nog iets voor jullie allebei. Is er aan de hand? Lien geeft ons een cheque van 250 gulden. Nou, ik wil jullie alleen feliciteren. Ik ga weg. Nee jongen, rustig aan. Wil je drinken? Hé, hey, Mickey. Whisky voor Lien? Weet je het zeker? Jongen, natuurlijk weet ik het zeker. Ik ben niet rank in huis. Ja, smaakt dat goed? Ik ben bang van wel. En dat is degene die jouw afspraken wilde stellen voor dat ongeluk. Mevrouw Albert, Arnie, Annette. Ik ben echt heel blij dat jullie gekomen zijn. Ik had het ook niet willen missen.
Nee, ik ook niet. Wie wel? Daarbij, ik woon hier toch, dus was er toch. Nee, ik meen het. Annette, jij weet dat ik altijd dacht dat ik nooit een vriend zou krijgen. Jij komt ook vast nog wel iemand tegen. Iedereen komt ooit aan de beurt. Deze rozen zijn voor jou. Nee, dank je. Het zijn jouw rozen. Miki zei dat u me wilde spreken. Ja. Je weet dat ik jullie huwelijk niet goedkeur. Alleen maar trouwen voor geld. Ik vind dat een bruid een ring nodig heeft. Welkom in de familie.